Er is geen data over het aantal personen dat werkt bij bettingskantoren en casino's. Wel zouden volgens het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ, naar schatting rond de 2000 mensen werken in die sector. Het zei minister Stephen McAndrew vandaag tijdens de behandeling van de casinowetten in de Nationale Assemblée. Voor wat betreft casino's, daar hebben we ook geen specifieke gegevens over voor wat betreft het aantal medewerkers. Ook vanwege het feit dat in de meeste casino's je geen cao's hebt. Dat is iets wat we ook willen gaan bekijken, omdat het recht van vakvereniging toch wel geldt voor alle sectoren, dus ook voor die sector. De bewindsman gaf verder aan dat in de komende periode zijn ministerie de casinosector wat scherper in de gaten wil houden. In dat kader zullen mogelijkheden worden bekeken hoe er een arbeidsmarktonderzoek verricht kan worden voor wat betreft de arbeidsomstandigheden. Omdat nogmaals weinig van de casino's hebben een cao afgesloten. Dus er is veel wat niet bekend is voor wat betreft arbeidsvoorwaarden. Wij gaan er zonder meer van uit dat men zich houdt aan de arbeidswetgeving. We merken ook wel dat er verzoeken binnenkomen voor werkvergunningen en dergelijke. Maar het is toch wel goed in het kader van een grotere transparantie van de sector dat er wordt overgegaan tot wat gericht onderzoek de sector betreffende, zodat we wat meer feitelijke informatie hebben over de arbeidsomstandigheden. Tot op dit moment doet het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken niet aan het registreren van werknemers in bedrijven. Dit is volgens minister McAndrew wel iets dat zijn departement in de toekomst zal bekijken, vooral in het kader van het Labour Market Information System dat het ministerie wil opzetten.